muzikale steunpunt Music City. Met vanavond Paolo Conte, Candy Dulfer en Funky Stuff, Charles en Eddie en Sergio Tiempo en Karin Lechner. Music City brengt u muzikale kwaliteit, emotie in de muziek en in de mensen erachter. U zoekt allure en informatie, u vindt het in het muziekpodium van de Nederlandse televisie, Music City. Hier is Anniko van Santen. Goedenavond, u kijkt weer naar Music City en we zijn er ietsje vroeger dan u van ons gewend bent, maar we hebben gewoon weer artiesten van kaliber. Wat dacht u van Candy Dulfer? Zij speelt live in de studio met haar funky stuff. We hebben een gesprek met het soul-duo van dit moment, Charles en Eddie. En verder vanavond vooral veel piano. Sergio Tiempo en Karin Lechner komen, de broer en zus, internationaal vermaard. En we zijn heel erg blij dat hij speciaal uit Milaan is overgekomen. Paolo Conte, hij speelt twee nummers vanavond. Hier is het eerste. Chiamami adesso, Paolo Conte. Paolo Conte, en hij komt nog terug voor een nummer, dus gewoon even geduld hebben. Maar eerst nog wat concertnieuws. Lou Rawls, maker van hits als Fine Brown Frame en See You When I Get There, is voor een paar concerten in Dulfer. Leuk dat je er bent, Candy. Kan ik je plezier doen met iets te drinken? Nou, doe maar een chudrantje. Gaan we voor zorgen. Ik noemde net die single van René Klein, daar heb jij ook aan meegewerkt. Ja, is een, ik vind het zelf heel leuk geworden, heel mooi nummer.
En hij is een te gekke zanger. En jammer dat hij nu pas een plaat heeft kunnen maken. Ja. Het is veel eerder moeten gebeuren. Kende je hem al voor die uitzending? Nee, dus daarom had ik er een beetje een raar idee over. Want hoe ga je nou bij iemand spelen die je totaal niet kent? En je weet ook niet wat voor muziek het wordt. Maar het klonk allemaal aardig. Het lijkt me leuk om te doen. En toen we in de studio waren, was het meteen, klikte het meteen. Word je heel veel voor dat soort dingen gevraagd? Nou, valt wel mee. Ik ben niet echt een goede sessieblazer. Dus als je mij vraagt, kan je echt Scandy Dulfer solo. En niet iedereen wil dat natuurlijk. Ik kan niet zomaar een saxofoon solo spelen. Dus alleen de mensen die dat echt willen doen dat. En ik heb al hele leuke dingen kunnen doen, maar ik zou niet echt een studiomuzikant willen zijn. Ja, want zoals je dat zegt, ik ben niet zo'n goede sessiemuzikant. Ik denk dat een heleboel mensen die zeggen van we hebben net het over Van Morrison gehad, Living Color. Het zijn toch mensen waar je allemaal meespeelt. Ja, nou dat is ook te gek. Maar die willen dan die sound die ik heb. Maar als ze mij bijvoorbeeld vragen van kan je ook een zwoele solo spelen of kan je ook een solo à la D&D spelen, dat doe ik dan niet. Mm-hmm. En dat moet je wel kunnen als je een echte sessiesaxonist bent. Mm-hmm. Maar doe je ook wel eens aan dingen niet mee omdat je denkt van heb ik gewoon geen zin in? Het is niet... Ja, ik doe eigenlijk beslis ik alles in mijn leven. Gewoon of ik er wel of geen zin in heb, of het me leuk lijkt of niet. En dat doe ik met mijn eigen muziek, maar ook met de dingen die ik voor andere mensen ga doen. Anders word je een soort muzikale, ik mag het woord niet zeggen, maar... We kunnen er ons wel iets bij voorstellen, geloof ik, ja. En dat vind ik gewoon niet goed. Je moet altijd erachter staan wat je speelt. En tot nu toe kan ik dat gelukkig doen. Maar zijn mensen dan ook echt beledigd van... laat Dulfer denktrekker dat ze... Nee hoor, maar ik word ook niet zoveel gevraagd. Alleen de leuke dingen doe ik. En andere dingen zeg ik gewoon dat ik geen tijd heb. Ja. Dat is hem dus. Die smoes kun je niet meer gebruiken. Nee, ik doe het altijd. Want een paar weken geleden zaten Suzanne en Monique van Lois Lane hier. Ja. Die hebben met Prince samengewerkt, jij ook. Prince wou een heleboel nummers voor en zei ze hebben er maar een paar gebruikt. Ik heb begrepen dat jij ook zoiets had van ho. Heeft Prince nu zoiets van die vrouwen uit Nederland, daar is niks mee te beginnen? Nee, daar zal je wel een beetje moe van worden. Ja. Nou ja, goed. Ja, ik denk dat vindt hij ook weer leuk aan ons, denk ik. En in mijn geval, ik heb al veel met hem samengewerkt. En ik geloof wel dat hij voor mij een plaats zou willen produceren. Maar ik vind het leuk om met Ilko te doen, met ons tweeën. Omdat het dan, we zeggen dan niet dat het beter wordt, maar het wordt wel meer van ons. Als ik een plaat met Prins zou maken, zou het echt zijn product worden. Maar ik vind het wel heel leuk dat hij een nummer voor de plaat heeft geschreven. Wat echt een heel mooi jazzy nummer is. En het past ook bij de plaat heel goed. En het is niet zozeer een Prins sound, maar... Wel gewoon heel mooi. Ja. Heb je daar zelf nog heel veel aan veranderd, aan zo'n nummer? Nee, dat hoeft er niet, want het was wel erg mooi. We kregen een demo-versie en dat was heel leuk om hem er dwars doorheen praten. En dan zegt hij van, we gaan nu naar de bridge en dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel leuk om te krijgen. Dus we hebben eigenlijk een beetje, zijn we in dezelfde stijl gebleven. Heel intiem sfeertje met gewoon 4, 5 muzikanten en dan allemaal tegelijkertijd ingespeeld live. In 1 keer of 2 keer is het gelukt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat hij ons opstuurde ook. Dat was jammen met zijn eigen band ergens, waarschijnlijk na een optreden of zo. Ja. Je had het net al over Ilko. Daar werk je heel veel mee samen. Daar heb je eigenlijk de hele CD samen mee gemaakt. Ja. Toch zit hij hier nu niet aan de tafel en zie je hem ook in interviews niet zo vaak. Nee, ja, dat is wel zielig voor hem. Nou, hij wil het niet. Hij wil het niet. Hij, tenminste, het zegt hij voelt zich meer thuis met zijn muziek en gewoon het maken van de plaat. Hij is degene die tot 5 uur 's nachts achter de computer zit en met zijn gitaartje. En ik ben degene die de goede sier mee maakt. Ja. Moet toch verschil zijn. Maar vind je dat ook leuk? Zo van, holla, die heeft weer een televisie-interview? Nee, niet altijd. Maar ik vind nu in Nederland is het deze keer wel heel leuk. Omdat iedereen me wel een beetje kent. Dus dan gaan de gesprekken ook ergens over. En natuurlijk, soms in het buitenland moet je weer helemaal overnieuw beginnen. Zeggen hoe je heet, spellen en dat soort dingen. En het is soms wel vervelend. Maar het is beter dan in de mijnen werken. Dat is waar. Er komen toch een hoop leuke dingen op. Dus doe het graag. Jouw eerste eigen album Sexuality heeft in Amerika heel veel exemplaren verkocht. Wat was het daar ongeveer? 500.000. Ik neem aan dat een platenmaatschappij dan in Amerika zoiets heeft van... die opvolger, dat moet er minstens zoveel worden. Ja, maar dat hebben ze altijd natuurlijk. En dat is logisch, want anders zou een platenmaatschappij geen winstgevend bedrijf kunnen zijn. Maar het mooie is dat ik een deal, een contract heb gesloten met de Nederlandse platenmaatschappij. En die zijn veel rustiger en veel leuker. Dus ze kunnen me daar eigenlijk weinig maken. Ze kunnen me wel adviezen geven. Zo van, als je nog meer wilt verkopen, moet je dit en dit doen. En dat doen ze dan ook. Wat voor advies krijg je dan bijvoorbeeld omdat het... Nou, om eindelijk eens met een goede Amerikaanse producer te gaan werken. En een beetje commerciëler en zo. Het is niet zo allemaal zo gericht hoor. Maar het zijn de ideeën die ze aandragen. En dan zeg ik nee. En dan, dat vinden ze dan stom. Maar daar kunnen ze wel gelijk in hebben. Maar ik wil natuurlijk alleen maar muziek maken die ik leuk vind. En ik ben niet met muziek begonnen om 1 miljoen platen te verkopen. Dat was nooit in mijn hoofd opgekomen. En ik vind het nu nog steeds een heel raar idee. Doe maar wat gewoon. Nou, ga dan ook maar weer op het wat podium doen. Doen met je band, Funky Stuff. In ieder geval heel erg bedankt.
Vanavond dus live in Music City. Candy Dulfer en haar band Funky Stuff. En ze gaan spelen Pick Up The Pieces.
Indie Dulfer en Funky Stuff van het album Sex A Go Go dat deze week uitkwam. Trouwens, er komen iedere week enorm veel albums uit en dan is het wel eens moeilijk kiezen naar welke cd's je al drukt. Maar voor Music City onderbraak ze hun schema. Broer en zus Sergio Tiempo en Karin Legner. Welcome first, Sergio. Congratulations because you turned 21 today. Thanks very much. That's why we put the ribbon on the piano. You can't take it home though. The piano or the ribbon? Well, you can take the ribbon. I think the piano would be a little bit of a problem. Please. Well, we talk about it later. You're a brother and a sister. That's pretty unique, I think. Why? There are many brothers and sisters. Yes, but not two that can play piano that well. Maybe. We enjoy a lot playing together, really. We have been playing together for many years now, and we get along very well. We're very good friends, and... So it's nice, and we also... Flattery will get you anywhere. We've got some footage to show that you played really young. Everyone is pretty impressed here. How young were you when you started playing piano? I was about 2 and 9 months, or something like that. I was almost 3, and my teacher was my mother. She taught all of us, and a big clan of young musicians. And my first concert was at 3, and hers was... I was old. I was 4 when I started. Oh my God, ancient! We saw you playing on 2 pianos. Tonight there are 2 pianos as well. Can you play quatre mains as well? Yeah. Well, show us. Oh, you want? Okay. Yeah, show us. Oh, great. You're gonna play 2 pieces tonight in Music City. Can you tell me which ones? Yes, we were going to begin by one which is called Brasileira. It's from the Scaramouche by Milo. And then we're going to play a Venezuelan dance called Joropo by Moleiro. Well, thank you very much. We'll hear that later. Zo dadelijk dus Karin Legner en Sergio Tiempo. En natuurlijk ook nog aan de vleugel later in Music City, Paolo Conte. Tot zo. U bent weer terug in Music City. Straks nog aan de vleugel Paolo Conte. Maar eerst Karin Legner en Sergio Tiempo. Thank you.
Lechner en Sergio Tempo. Music City houdt u ook op de hoogte van de nieuwste cd's. Wat dacht u bijvoorbeeld naar ons land toe? Vanavond sluit u eerst nog even Music City voor ons af. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Dan weer rond 11:15. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. In ieder geval voor vanavond nog heel veel plezier met Paolo Conte en Gongo. Cade una matita, si rovescia anche il caffè. Lo sento che lui è già qui, nei paraggi intorno qui c'è Gongo che è arrivato. Gongo, Gongo, spirito lontano, vieni nella notte blu a far di me. Sto lavorando, è tardi, adesso arrivi tu. Conversiamo come faccio, vuoi tu dirmelo? C'era una volta un bel linguaggio che mai più ho parlato, non ti spiace ricordarmelo? Va bene, ma io e te siamo due grandi artisti e insieme diamo spettacolo. Del tutto illogico, sillabico è per me, sensuale, invisibile, teorico. Gongo, suonami Harlem Gongo, il fantasma di Cinque. Io tontolo, io gongolo, giocattolo. We'll be right back.
silenzio, un po' di sonno e un'elemosina. Ho fatto tutto quello che hai voluto tu, in un grande viaggio indietro, l'incantesimo. Gongo, tornerai tu, Gongo, perché quando arrivi tu, io rotolo, mi srotolo e mi arrotolo. Tot zover. Volgende week in Music City, The Little Angels, David Berwald en The Scene. Don't move. Tot volgende week.